What's up kijkers, welkom bij deze gloednieuwe video. Disney heeft bekendgemaakt de komende tijd wat minder content van Star Wars en van Marvel uit te brengen op hun platform. Om wat meer te gaan focussen op de kwaliteit van deze projecten. Daar hebben ze zich niet aan gehouden, aangezien Ahsoka komende maand uitkomt en Loki seizoen 2 volgende maand. We hebben natuurlijk al gereageerd op Ahsoka, dus deze aflevering gaan we reageren op Loki seizoen 2. Mensen kunnen zeggen wat ze willen over alle projecten van Marvel sinds Endgame. Maar Loki was wel eentje waarvan heel veel mensen waren er echt flink positief over. Dus het is ook echt niet gek dat deze serie een tweede seizoen krijgt. En we gaan meteen samen reageren op de trailer. Obi? Hallo? We have a little bit of a situation we wanted to run by you. Tobias, wow! Great to see you again! Ik vind het heel leuk hoe ze die guy van Squid Game hebben gecast voor de rol van Obi in dit tweede seizoen van Loki. Het is een soort van fancasting, want de fans willen graag dat hij gecast wordt. Maar toch heb ik het gevoel dat hij ook best wel goed past in de serie. That's what's been happening. Wow, time slipping. Wait, time, you know that? Yeah. You've seen that. Yeah. Can you fix that? No. It's impossible to time slip in the TVA. Dan krijgen we een introductie aan time slipping. En het toffe is, we zien het eerst voordat we het uitgelegd krijgen. In Loki seizoen 1 had je wel erg veel exposition. Dan werd telkens eerst dingen uitgelegd en daarna ging je het zien. Misschien is het al wel een verbetering op het eerste seizoen. I know, but we just saw it happen. Yeah. I've been pulled through time between the past and the present. Hello? If what I saw is true. En daar zagen we Sylvie alweer. Blijkbaar gaat ze ook een belangrijke rol spelen in dit seizoen, net als ze natuurlijk heeft gedaan in het eerste seizoen. Ook zij is plots wel een fan-favorite karakter geworden, waardoor ik haar ook verwacht in toekomstige Marvel-projecten naast alleen Loki. Maar volgens mij kan ze dat ook wel prima aan. There's nothing to stand between this world and utter destruction. Only one way to find out. A little good old-fashioned legwork. Listen, we have different styles. You're a man of action, which is fine. I take a more slow, deliberate, cerebral approach. It's really goodbye. It's up to us. Save this place. Is this cracked? Yes, okay. En ook aan die scène met Obi en Mobius zie je al meteen weer. Er zit ook humor in dit seizoen. Daar ben ik heel erg blij mee. Loki is sowieso een geweldig karakter voor de comedy relief. We zagen hem op die manier ook in films zoals Avengers. En bijvoorbeeld die scène waarin hij met Tony Stark in het bos is. En dan zegt Thor, brother, you need to listen. En dan slaat Tony Stark Thor weg en dan zegt hij, I'm listening. Listen well, brother. I'm listening. Whatever we do, we're playing God. We are gods. En dan zie je Loki ook als allereerst iets met mind manipulation doen of zo. Hij krijgt groene ogen, waardoor hij opeens mensen kan laten bewegen hoe hij wil. En dat is iets wat we nog niet eerder hebben gezien. But how do you choose? Who lives? And who dies? Make the hard choice. En dat stuk waarin Loki vraagt, how do we choose who lives and who dies? En dan antwoordt een Kang variant met, make the hard choice. Perfect. Ik ben heel blij dat Jonathan Majors weer in deze serie zit als een Kang-variant. Ondanks al zijn rechtszakengedoe en dat soort dingen. We waren natuurlijk al gespoild dat dit ging gebeuren door de post-credits scène van Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Maar nog steeds echt heel erg tof om te zien. It's him. You better run! War is on its way. Come on, you're the god of mischief.
En dan zie je Loki nog die soort blast gooien. Wat een soort kracht is die je alleen tot nu toe terugzag bij het karakter van de Scarlet Witch. Maar dit maakt Loki weer op een nieuwe manier machtiger. Wat hem weer in het lijstje zet van de machtigste Avengers. En dat vind ik een hele toffe onthulling. Hij maakt niet alleen karakterontwikkeling door, maar ook gewoon powerontwikkeling. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitspelen in de vijfde Avengers film. Always have been. Always will be. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. En dan eindigt de trailer met die drie varianten van Loki die allemaal echt dezelfde Loki zijn. Er is door Disney bekendgemaakt dat er in deze serie geen andere Loki varianten zitten. Zoals die alligator Loki en dat soort dingen die we zagen in seizoen 1. Dat vind ik wel weer jammer, maar dit is toch ook wel weer cool. Dan was dat alweer mijn reactie op het trailertje van Loki seizoen 2. Ga jij Loki seizoen 2 kijken? Laat het me zeker weten in de reacties. Volgens mij wordt het een super coole wekelijks upload en echt iets wat we allemaal met z'n allen gaan kijken en dat we halverwege weer kunnen conspiracies delen en dat soort dingen. Ik heb er super veel zin in en dan zie ik jullie allemaal volgende week bij een gloednieuwe video. Tot ziens, tot later. Who showed you this power? Only a master of evil, Darth. Shazam!